Dat moet jij waarderen, kom mij niks zeggen. Dat ik moet opletten wat ik gebruik in mijn woorden. Ga naar je opvoeding kijken, het is irritant. Want wie gaat je geld voor je tellen? Mm -hmm. Wie gaat nadenken over hoe je verder wil gaan? Leed mij het hè, zonder u is er niks hoor, sorry. Jij bent echt een fatu man. <coughs> Spaans. Ik wou... ben met Humberto. Ik ben die chick met die enge flow. Zo. So. Dress to kill. Dress to kill! Hello. Leuk je te ontmoeten. Yeah. Leuk je te ontmoeten. Ja, laat me, ik heb een beetje water voor je ingeschonken. Dank u. Maar je, je denkt je over na natuurlijk. Is het. Is it... toch? Wilt u het eerlijk weten? Ja. Ik had wacht, erover... wacht, 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 wacht. Stop, wacht. Dus okay. je gaat me u noemen? Oh ja, ik zou er niet over beginnen, maar kent u me nog wel vroeger? Nee. Ik karaal een week. Echt, ik ging u altijd gewoon uw leven zuur maken, gewoon in de lift. Knopjes voor u drukken, dit, dat. Nee! <laughs> was jij dat? Ja, ik was echt vervelend, hè. Ik wou het niet zeggen. Ik dacht... Maar je had die staartjes! Ja, mijn lang haar, ja. ja! Ben jij dat? Ja. <laughs> ja, ik wou het niet zeggen. Ik dacht van, schande, zal ik het zeggen of niet? Nou, ik kan me nog herinneren. Want je, je was brutaal. Mm. Maar kijk, je hebt kinderen die brutaal zijn. Uh, brutaal, brutaal of leuk brutaal? Jij was leuk brutaal. Ik dacht echt van, hoe zou het gaan? Of zo gaat hij mij herkennen, gaat hij denken van, il jij, je weet toch? Want dat hebben veel mensen nu, deze dagen. Vroeger was o, zo. ik zo vervelend en nu hebben ze echt zo van, oh zij. Je weet toch? Ja, maar ja, toen, toen was je, wat is het, 19, 11 jaar. Mm -hmm. Nog ja. jonger zelfs. Ja, weet je, dan, ja, ik bedoel, als je een kind van, van zo jong, dat zou verwijten, zou wel heel erg zijn. Mm -hmm. en toch, je, bent, je bent toch een, 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 moet je kijken wat je hebt gedaan in je leven, man. ja. Maar rappte je toen ook al? Nee, toch? Zo klein, zo jong. Jawel, gewoon met Shiv, want Sief woont ook natuurlijk in die flat daar. Ging ging gewoon altijd gewoon een beetje freestylen ook in de flat. Zijn eerste liedjes ook bij mij thuis opgenomen. En nu ben je ineens um, grote ster. Ja, <laughs> ik wil wel nog groter worden. Maar... maar Heb je al mensen gehad die je vroeger hebt als kind, waar je afschuwelijk tegen was, die je nu met tegenkomen? En die tegen je zeggen, jij, jij hebt mij echt met me gedaan. Jawel, zeg maar, ik heb echt veel vroeger... Heb ik echt zoveel dingen gedaan, zoveel mensen gekweld, dat veel mensen me gewoon nu nog steeds achterna zitten. In de zin van, als ze zien dat iets goed voor me gaat, dan verpesten ze het. Of wat dan ook. En uh, veel mensen hebben ook, zeg maar, um, ja, ze maken niet mee wat jij meemaakt. Om te zien, of om te doen, om te zijn hoe jij bent. En dan op een gegeven moment, als je bent hoe je bent, word je gebleemd overal waar je bent. En dan, op een gegeven moment, ja, je wordt gewoon gehaat. Want... Je gaat altijd onrustig zijn, of als er bepaalde mensen in je buurt komen, wil je... Je wordt gewoon... Ik word dit. Want ik weet niet of... Als je nep bent, dan wil ik al dat je weg van me gaat. Maar ik moet leren dat, zeg maar, je niet met je gevoelens in business moet gaan. Dan is het anders. Maar wacht even, waarom, waarom moet je dat leren? Weet je waarom? Overal waar ik kom, ben ik anders dan iedereen. Ben ik die rare Latifa, die dit, die perfectionist, die serpie, die alles, die dit. En... Je kan wel blijven hoe je bent en denken fuck iedereen, maar zo stoot je dan toch wel op een of andere manier iedereen van je af die zeg maar wel 100% van jou gaat. Maar omdat jij zo wantrouwend bent, doe je het ook bij hun. En straks heb je daar helemaal niks meer. Snap je wat ik maar bedoel? Maar ben je wantrouwend met reden? Je, je hebt dus ervaringen. Wanneer dacht je van ik ga er vol met liefde in, maar je krijgt het waf in je gezicht terug? Mm. Ja, bijna altijd wel. Voorbeeld. Sorry hoor. En gewoon relaties. Mijn vader. Zeg mijn maar, moeder, mijn manager, mijn dochter, een beetje mijn beste vriendin. zijn best wel de enige mensen die ik heb. Ik heb niet echt zoveel mensen, omdat. Mijn gedrag is gewoon kut. Dus niet veel mensen. Um... Ik even niet wacht hebben. even, een zakdoek voor je halen. Mm -hmm. Even een klein doekje voor je halen, want anders. Uh... Was ook niet weer de bedoeling dat je zo snel zou gaan huilen? Ja, ik ook niet. Ik ben gewoon zo, sowieso emotioneel vandaag. Dankjewel. Wat is er dan gebeurd vandaag, waardoor alles je dwars zit? Zeg maar, er waren al meer dingen. En dit is gewoon, zeg maar, die druppel, weet je. En dan ga je gewoon natuurlijk opnieuw nadenken van... Oké, okay, zeg maar... Waar heb, ik, waar heb ik het eigenlijk aan verdiend? En als je terugdenkt aan ah, vroeger, ik was best wel irritant. Dus karma werkt gewoon langzaam. Ja, ik ben gewoon een hele sorry. Nou, luister, als er iemand op televisie wil gehuild, ben ik het wel. Dus ik snap het wel. <laughs> ja. Ik snap wel dat je huilt als je iets echt daadwerkelijk raakt. Maar nou, weet je wat me wel opvalt? Kijk, want eigenlijk kennen we elkaar lang, maar niet goed. Mm -hmm. Toch? Misschien mm -hmm. kennen we zien elkaar nu? Tien minuten. En eigenlijk zeg je in die tien minuten zeg je al... denk wel zes of zeven keer, het is mijn schuld. Mm. Terwijl ik denk... Mm, maar als jij voelt dat het jouw schuld is... of denkt dat het jouw schuld is... je kan ook iets aan doen. Mm -hmm. Hoe zou je kunnen veranderen... dat jij denkt nu dat alles wat fout is in je leven... jouw schuld is? Wat je ook meemaakt... je doet dingen uit redenen... maar niemand heeft de pistool aan je hoofd gehouden... om iets te doen. Je kan vandaag nep zijn... En morgen real, wat maakt het jou? Mensen gaan kiezen voor fake, omdat mensen negatief zijn. Mensen maken alleen maar dingen mee zodat ze negatief gaan worden. Daar kunnen we ze ook niet voor blemen. Maar, maar dat is het. Het is een misleiding, het is een beproeving. van... Oké, okay. ze denkt nu dat het goed gaat. Straks gaan we er even wijzen wat karma is. Gaat ze het accepteren of niet? Zo, ik geloof echt in het universum. Ik ben spiritueel. Het is gewoon. Wat is fake? Wat is fake? Ja, wat is, wat dat? is het? Nou, maar, maar ja. wat, wat, wat is voor jou fake? Het ik, is niet. Dat zeg is dit ik. real? Dit is real, ja, 100%. Maar dat is wat ik probeer uit te leggen. Van, wat is fake? Ik kan vandaag fake zijn tegen Piet en morgen tegen Jan. Echt. Maar wat ben ik dan? Wie ben jij om mij te zeggen dat ik fake maar ben? Maar dat weet jij toch wat je bent? Ja, precies. Kijk, ik doe alles voor, als u mij kent, hè. ik ja. doe alles voor mijn vriendschappen. Ja. Andersom, als ik even iets kleins vraag, het kan nooit. En daar, daar, daar begint mijn frustratie. Net als nu in de game. Ik ben een artiest. Er komen andere vrouwen. Mensen komen mij zeggen of DM'en of vragen: van, Voel jij pressure? Weet je dom? Weet je wel wie ik ben? Ik voel mezelf helemaal. Twaalf jaar ge hard gewerkt voor wat ik nu heb bereikt. Voor je 30 miljoen views, voor je 763.000. Uh, Dat heb ik gewerkt. Dus ik mag stoer ja. doen. Ja. Ik mag. Dit heb ik gedaan. Ik doe niet stoer. Ik heb dit niet gekregen van even brutaal. Ik ben mijn benen niet gaan spreiden hiervoor. Ik ben niet um, 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 rare dingen gaan doen voor dit. Ik heb hiervoor gewerkt. Dus ik doe lekker arrogant daarover. Ja, ik mag. Iedereen die iets bereikt heeft, mag lekker arrogant doen. Zolang je arrogant bent, maar alsnog anderen goed behandelt. Ik kan, ik kan schreeuwen uit mijn mond: oh mijn god, ik ben zo hard. Want dat is wat ik voel. Maar als ik iemand anders zie die zo hard is, zeg ik het ook. Mm. Maar waarom, als ik zeg dat jij zo hard bent, is het, niet, is het goed? En wanneer ik zeg dat ik zo hard ben, ben ik arrogant. Ik mag dus een compliment geven. Is en different. Waarom is het belangrijk wat anderen vinden? Kijk, ik ben een artiest. Ik maak iets voor de volwassenen. Leeftijd, moeders, oma's, maakt niet uit wat. Ik doe voor iedereen een beetje. Maar sommige mensen waarderen dat niet, sommige mensen willen alleen voor hun. En wanneer je dan even niet naar hun kijkt en iets doet voor een ander, dan ben je slecht. Dan ben je per se degene die geen voorbeeldfunctie is, die wine op die kokkie voor kinderen zingt of wat dan ook. Ik ben een artiest, ik ben geen opvoeder. Waarom zit jouw kind achter een 18-plus kanaal? Ga daarna kijken, laat mij met rust, hè. Laat mij, want ik kan rekening houden. Ik heb ook een liedje gemaakt, Kleine Prinses voor je dochter. Maar jij kiest om jouw dochter die vrijheid te geven, zodat jouw dochter wine op kokkie kan typen, Jij kiest daarvoor. Als jij kiest om jouw dochters YouTube af te schermen, dan gaat ze geen enkele wine-up-cocky zien. Dan gaat ze kleine prinses zien. Dat is jouw pakje aan. Dat ik al mijn tijd neem om een liedje te maken voor jouw dochter of voor jouw zoon, dat moet jij waarderen. Kom mij niks zeggen. Dat ik moet opletten wat ik gebruik in mijn woorden. Ga naar je opvoeding kijken. Het is irritant. Dan word ik gebleemd. Oh hoer. Oh dit. Oh dat. Ga vragen in de hoed. Ik was het meisje die vanaf. Elf jaar al in de kapperszaak werkte, klusjes deed. Omdat ik wou groeien, omdat ik geld wou. Waarom? Ik wou een studio en een mic kopen. Wie zijn eerste song is daarmee opgenomen? Van mij, van Sjeef, van iedereen. Naar wie stuurden we het? Naar Joe. Cho. Cho kon mixen. Ik had al een plan in mijn hoofd bedacht van hoe het zou gaan werken. Mm. Ik ben gewoon geboycott. Niemand gunde me iets. Ik ben vertraagd. Ik ben nu bijna 26 volgende maand of over twee weken... En ik ben nu pas sinds 2016 gesigned bij een label. Het had te lang gekund, ik was al lang hard. Maar als je dan naar iemand kijkt als Ed Sheeran bijvoorbeeld, hè? Ed Sheeran. Ja. Best groot. Mm -hmm. Toch? Wereldwijd. Maar als er iemand is die gewoon down to earth nog steeds is, ondanks zijn miljoenen views en miljarden views eigenlijk en streams, is hij het wel? Is hij dan zwak in jouw ogen of wat is hij dan? Nou, want ik ben precies hetzelfde. Ik chill gewoon met mensen in de McDonald's of wat dan Je weet toch, fuck dat man. Wat is daar nou? Ik ben een artiest. Ja. Dus ik mag zeggen, ik ben dit, ik ben dat. Maar lo, dat is gewoon cool business. Ik, ik ben ook nog een persoon. Voor mijn familie. Je kan niet die artiest relatief hetzelfde zijn als bij je familie. Want het is een hele andere lifestyle. Dit wat jij nu zegt, hè? dit is wel heel... Uh, dat hoor ik ook wel, nu ik je spreek, dan snap ik het ook beter... Je gooit ook wel ook in, je, in je muziek er alles uit. Dit soort, de teksten komen dus ook uit dit soort frustraties soms. Of ja, vaak. Ik, ja. Toch? Ja, en zeg maar, daarom zeggen veel mensen geloven het niet. Of zo, als ik zeg, ik heb dit uit mijn hoofd gedaan of zo. Maar u ziet hoe snel ik praat hoor. Je praat heel snel. Oké. Okay. Maar heel goed. Ik ga even nog terug naar het begin van het gesprek. Ja. Jij zegt, en die zin laat me echt niet los. Mm -hmm. Je moeder, je dochter en een klein beetje je vriendin. Tuurlijk. Mm -hmm. En je noemt expliciet je vader niet. Je zegt, zegt zelfs: mijn vader hoort ook echt bij die mannen of mensen die mij hebben benadeeld. Wat is daar gebeurd? Mm, niks. Ik wil er niet over praten. Nee? Mm -mm. Kan je vertellen waarom je er niet over wil praten? Kijk, je hoeft niet te zeggen wat er is gebeurd en waarom niet. Maar ik ben wel geïnteresseerd in waarom je daar niet over wil praten. Omdat, kijk, als er twee mensen zijn in de wereld die je moeten liefhebben... zijn het je vader en je moeder. Ja, ik praat al sinds ik twaalf niet meer ben met mijn vader. En hoe komt dat je nu veel aan hem denkt? Um, zeg maar, ik had een relatie gekregen. En... Um, dat is wel iemand die eigenlijk mijn beste, beste vriend... Mijn broer. En gewoon, je weet toch die gevoel geven van bescherming. En um, ja, ik heb het gewoon beëindigd. Je weet toch, soms is het een ketting. Dan blijf je gewoon aan dingen denken. Ik had het echt een plekje gegeven. Ik was echt gelukkig afgelopen jaar. En nu dat dat weer weggaat, dan mis ik mijn vader weer. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, het was toch wel die beschermende gevoel wat hij me gaf, wat ik eigenlijk van mijn vader moest krijgen. Oh, wat ingewikkeld. Aan de ene kant. Ik voel je wel liefde voor hem? Aan de veel? andere kant heeft hij je verraden. Ja. Ik hou echt van mijn vader. Hoor. Ondanks dat hij. Jullie mogen het weten, mijn vader heeft me misbruikt. Nee. Je weet toch, ik hou heel veel van hem. Hoe ga je zo iemand vergeven? Ik heb een dochter, dan moet ik terug met mijn dochter naar daar gaan. Of ga je naar opa en dan wat moet ik denken als ik weg ben? Je weet toch wat ik bedoel? Zo iemand die. Hij heeft gewoon bij me gedaan vanaf dat ik vier jaar was of zo. Vier. Ik begon hem aan te raken en tot 12 jaar, op vaderdag, had hij al die cadeautjes terug in mijn tas gezet. En toen had hij ook geen geld gegeven om naar huis te komen. Dus ik moest naar huis lopen. Toen ben ik gewoon naar mijn moeder gegaan. En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd: toen mijn vader het heeft gedaan, ging ze huilen. En toen, toen begon ik te werken, met mijn moeder was ziek geworden. Mijn moeder was juist die vrouw met gewoon buiten, <laughs> je weet toch. Iedereen in de flat of familie kwam gewoon naar haar. Zo'n statusvrouw is mijn moeder geweest. En dan maak ik... Daarom zeg ik, is het is gewoon mijn schuld. Als ik er niet meer had gemaakt, had mijn moeder nooit ziek geworden. Had ze al oh, haar werk nog en Zij vindt dat het niet mijn schuld is, maar als ik niet... Als ik niet in dit leven was gezet, dan was dat niet gebeurd. En dan hoefde mijn moeder ook nooit ziek te worden. Maar hoe kan een kind van vier jaar de schuld hebben van iets wat een volwassene doet? Dat is onmogelijk. Kijk... Dat is onmogelijk. Kijk, hè. ik ben sinds een klein al brutaal. Je kan dingen op je afroepen. Of maar je sorry, het. nee. Het is, ik weet, normaal ga ik je echt laten praten, maar het is onmogelijk. Mijn vader is gewoon een zieke geest. Hij deed het ook bij mijn zus. En mijn zus is samen met mij... Aangifte gaan doen. En dat toen ik weg ben gegaan, is ze die aangifte ingetrokken. Wat ben ik dan? Een leugenaar. Waar blijft je vader? Niet in de tralies. Hij loopt gewoon nog steeds nu rond. Ik, mijn, mijn dochter gaat nooit naar buiten hoor. Ik Weet niet wat? Nee. Wie mijn dochter aanraakt, ik word een moordenaar. Ze ja, is nu drie? Ja, ze wordt vier. Precies. Nu nee. zie je hoe klein jij is. Echt hè? <laughs> ja. Denk daar wel eens aan? Nee. Nee. Ik, 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 ja, nu pas denk ik eraan. Maar soms, ze lijkt echt heel erg op mij, hè? Ze heeft ook lang haar, maar niet zo lang als mij. Maar zeg maar, um, dat de denk kijk ik naar de, dat ik, gof, van, zo zag ik eruit. Hoe kan je? Toen het gebeurde wel. Maar in ieder oh, was zo klein. Zo, vanuit die perspectief had ik het nooit bekeken. Zou je erover kunnen rappen? Ik heb een liedje over mijn vader, hoor. Heb je een liedje over je vader? Nieuw. Ja. Ik heb het gehoord. Ja? Wat vindt u ervan? Ik heb het aan mijn dochter laten horen. Mm -hmm. Van 18. Ze luisterde naar. Mm -hmm. En het eerste wat ze zei... Wat heftig. En het tweede wat ze zei... Wat krachtig. Wat een topnummer. En het is een topnummer omdat jij... Is het al uit of ga je het uit? Wat, wat gaat ermee... Kijk, ik wou het eerst op mijn album brengen, maar, zeg maar toen dacht ik later van, dit blijft wel een goed liedje. Ik wil de zeg maar, stichting of vrouwen doen. Zeg maar, dat ze um, misschien durven te praten of als ze nooit durven te praten en zo. En zeg maar, zo, campagne wilde ik het doen met dat liedje erbij, in plaats van op mijn album. Snap je? Dus dan echt een beetje erover nadenken. is toch wel sterker. Ik denk dat als je dit liedje uitbrengt, ik heb niet zoveel verstand voor muziekbusiness, maar één ding weet ik wel. Als je dit nummer uitbrengt, dan wordt dat wordt een, een iconic song you, voor jou. Jij zegt onder andere: hè, overdag gaf je me liefde en s'avonds s s raakt hij me aan. Dat is een hele heftige zin. is een hele ja. heftige zin. En ik denk dat heel veel meisjes en jongens die hetzelfde ervaren, daar steun uit gaan halen. Want dat kost moed om het überhaupt te bedenken. Ik word er gewoon die beat een beetje. En toen begon ik dat te doen. Dat is Jihad, een van mijn favoriete producers. Als ik met hem ben, dan voel ik me echt gewoon Op je fijn, gemak. toch extra ja. vrij. Ja. Dat is ook wel een van de personen die ik wel, zeg maar, als ik moest kiezen of zo, dat zou het wel zijn of zo. Er zijn mensen die me wel accepteren. Gewoon net als mijn managers. Het is gewoon een beetje familie geworden. Heeft je moeder het nummer gehoord? Ik, uh, ik ga het later hoor, toch ging ik het snel stoppen. Alleen die snel die beat en dan ga ik het stappen. Denk je dat je het ooit live kan zingen? Zeker wel, ja. 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 Als ik gewoon in als ik zelf in een goede space ben. Ik kan niet emotie op emotie. Dat is niet voor En wat mij. vind je dan van? Want, want je bent niet de eerste artiest, helaas. Die dit is overkomen. Die dan vervolgens anderen daarmee helpen. Ja, want daar wil ik. Van iets lelijks. Wat altijd lelijk blijft, komt toch nog iets goeds. Mm -hmm, daarom wil ik het zo graag. Want zeg maar, wanneer, wanneer jij als artiest een boodschap geeft, bijvoorbeeld. Als ik zing over gebroken haar. Ik zie gewoon hoe die meisjes helemaal denken: van, oh yes, bitch, dit zo. Maar toen dacht ik van, misschien niet met de album. Ik wil hun een speciale eigen momentje geven met die campagne, weet je. Ik... Sorry hoor, ik wil even mijn schoenen uit. Hoor. Doe je schoenen uit? Ik doe mijn benen over elkaar. Ja. Toch? Ja. Wat, wat zou je nog willen met je carrière Latifa. Want je bent al best ver, maar je, je kan nog verder. Tuurlijk kan ik verder. Ja. Weet je wat ik grappig vind? Jij bent echt grote mond, klein hart. <laughs> maar, uh... Wanneer je je echt raakt, dan praat je zacht. Maar nu ben je. tuurlijk kan ik verder. Dan ga je meteen in die. Ja, doe. Ik ben ja. zeker van mijn zaak hoor. Ja. Ik praat zachter, omdat mijn stem wordt gewoon weg. Ik krijg gewoon een brok in mijn keel, omdat het pijn doet. Ik vind het mooi. Ik vind het wel mooi. Je bent heel echt. Maar mijn expressie van feeling myself is wel echt ratchet, zeg maar, luidruchtig. <laughs> je weet toch, maar. Maar wat is verder veel? Zie je het ergens? Ik zie het wel. Zeg maar, voor mij, in mijn hoofd, toen ik jonger was, was Amerika mijn ding. Maar nu wil ik echt Frans artiest worden, hoor. Echt, ik wil gewoon Frans treppen, Frans. Frans? Appen. Ja, zo mooi. Alleen maar talen worden. Ik denk gewoon van, wow, mooi. Wow. Maar nee, ik kan wel wat verstaan, maar niet echt praten of zo. Het klinkt nee, niet. Maar jij bent een artiest, dat zei je al. Weet je? En je, bent, je bent echt. Op dit moment, doe, je hebt. Uh, wat is het met 8, 9 nummers? Heb je hebt iets van 30 miljoen uh, views. En je hebt een soort van 30 miljoen streams of zo. Je hebt 700.000 uh, bezoekers bij Spotify per maand. Maar nog niet iedereen kent jou. Mm. Je bent toch nog voor een deel underground. Maar zou je een podium willen waar iedereen. Om te beginnen in Nederland en dan later in Frankrijk, je kent. Of is dat niet een doelstelling? Kijk, zeg maar, in Nederland heb ik al bewezen dat ik niet chic ben. Dat staat gewoon, 100%. Soms wil ik echt hier in Nederland uh, zijn, maar soms wil ik gewoon hier niet zijn. Wat heeft dat mee te maken met een stukje echtheid weer? Van vieze, vuile game. Ga weg. Ik wil niet meer. En ik doe gewoon kattig tegen iedereen. I don't care wie wil zeggen. Latifa doorgeslagen. Latifa dit. Over mijn dead body dat ik lach met een fake bitch. Of een fake iemand. Maar maakt niet uit. Ik kent een mooi Surinaam spreekwoord. Weet je wat een mooi Surinaam spreekwoord is? Ja, is? Precies. Dus iedereen die lacht, die lacht niet echt met je. Dat zei ik ook laatst tegen mijn vriendin. Want kijk, ik heb, ik heb meerdere vriendinnen in de rap game En zeg maar... Je weet hoe het gaat, mensen gaan willen stoken. Omdat ja. ze willen dat er fire is, net als Cardi B en Nicki Minaj. Je doet wel een beetje denken aan Cardi B. Cardi B is mijn zuster. Ja? ja? Ja. Toen ik met haar was, was ze helemaal Litty. Ja? Ik had haar geïnterviewd, toch? de ja. Engels. Ja. Ik maar... had haar, I understand. I understand, I understand. <laughs> ja, dus gek, ze was moe. Ze was echt leuk, gewoon. Ik wil even terug naar toen je 11, 12 was. Mm -hmm. Muzikaal gezien. Mm -hmm. Kraaiennest. Battles. Mm -hmm. Spitten. Ja. met jongens. Ja. Hoe oud waren die jongens? Ik was, was al ouder, was met die oudere boys man, maar ik ging ook tegen boys van mijn leeftijd. MC fuck dat was er nog. MC fuck dat. MC fuck dat. Ze roepen op... hem <laughs> MC fuck dat. Al met mij komen. Dus hij zeg alleen maar fuck dat, fuck dat, fuck dat. Hij blijft maar fuck dat Ik begin, je weet niet wat je zegt, wat je... helemaal stoer. Het was echt nep. Ja. Iedereen was nep, maar ik was gewoon net ietsje harder. Maar hij bleef gewoon fuck dat, fuck dat zeggen. Lang, lang liepen ze hem MC dat gewoon. Je <laughs> maar, 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 maar hoe, deed je dat? Maakte je, kijk, als je hem in die battle ging, ik bedoel uh, bij Eminem zeg je gewoon, hey, hij maakt je helemaal af, hè? Mm -hmm. Maar was jij? Zo dieper... ben ik. Oh, 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 jij maakt iemand helemaal af. Ik ga door. Ik geef je geen kans om te praten. Oké, okay, kijk naar mij. <laughs> nee. Kijk naar mij. Nee, Radifa, kijk naar mij. nee. Laat die Kijk naar mij. En je mag me afmaken. Kom maar. Echt. Nee, hou yo. je niet in. Hou oh, je niet nu, in. Dit is één ding wat iedereen van me haat. Dit is dit. Mm -hmm. Spotlight dingens. Niet altijd, maar ik klap dicht gewoon. Waarom klap je dicht? Omdat ik zeg maar ik ben perfe perfectionistisch. Dus als je iets van me verwacht, wil ik het goed doen. En als je het daarop on the spot zet, ik ben echt met voorbereiding, zeg maar. Maar is dat ook... zo gegroeid? Want als toen jij die wedstrijd reed, had je niet die voorbereidingstijd. Dat was gewoon doen. Ja, dus aan de ene kant ben je perfectionist, maar aan de andere kant, je bent het niet altijd geweest. Wel, sinds vroeger zeg maar. Uh, ik ben niet perfectionist in. In. In bijvoorbeeld hoe ik er nu uit moet zien of zo. Ik ben perfectionist in het eindresultaat. Ik wil, ik wil drie dingen bij je neerleggen. Mm -hmm. Ik uh, hoorde een mooi verhaal van een Engelsman. Die reist heel veel over de wereld. En omdat hij dan in contact wil komen met mensen, stelt hij iedereen drie dezelfde vragen: Eén. Hoe vaak ben je echt verliefd geweest? Twee. Wat is je beste jaar uit je leven en waarom? En drie. Wat zou je jezelf adviseren als vijftienjarige? Kijk, hoe vaak je verliefd bent geweest, echt verliefd bent geweest, weet je, dat is een ander programma, is niet dit programma. Uh, maar die tweede vraag. Wat is het beste jaar uit je leven en waarom tot nu toe? Welk jaar is dat? 2015. Waarom? Toen had ik mijn dochter gekregen. <laughs> ja, was echt, zeg maar, niet per se mijn beste, maar een jaar met mijn beste moment van mijn leven erin, zeg maar. Ja. Dus niet, wat... niets muzikaals, niks business, niks negativiteit, je kind. Ja, als ik, zeg maar, dat was gewoon. Dat is echt mijn nummer één blessing, maar qua jaar, van hoe een jaar verlopen is, was het wel het jaar dat ik was getekend bij Top Notch omdat zeg maar, het dream came true en het ging gelijk bom. Ik was staan toe hè? Maar hoe scher was je? Scher. Dus, scher betekent bluff. Mijn manager gaf me gewoon geld. Sophia gaf me geld, hè? Gewoon, gewoon geld. En ze deed alles zonder zich in mijn overal te brengen, halen. Want ik had de overstap gemaakt van: oké, okay, je gaat niet straatje doen naar muziek. En ik had ook mijn dochter. Zeg, ik had echt heel veel geld, zeg maar. Maar doordat ik alleenstaande moeder was, en als, moest ik gewoon alles voor mijn dochter alleen doen. Dus op een gegeven moment, um, Sovia, zei van: hey, Heb je nog interesse in muziek? Want Sofia wou mij een lange kans geven. Contract demo dit dat toen ik de eerste keer gewoon ge rap voor hun neus had of zo. Ja. Is... Maar en... jij, hebt, jij hebt hem toch via Instagram benaderd? Hoe is dat gegaan met Kees van TopNotch? De, top, de topman van TopNotch? Nee, het was zo gegaan. Um, ik was met Aisha en Adika in de studio en ik okay. had een foto gemaakt. En toen zei Kees tegen mij van. Um, Wow, jullie zijn daar zonder mij in uh, cruise control. Blablabla. Toen dacht ik van, oh my god, hij vindt mijn muziek leuk. Toen zei hij, weet je wat, kom langs. En was ik daar gegaan en we spraken en het was gewoon van... Ik was zo blij om Kees te zien. Kees de Koning, bitch, oh my god. Je weet toch, je, je, je wilt zo graag muziek. En als je die naam hoort, je weet al van... Dus ik dacht van, oh my god, zo blij was ik. En we waren daar even heen en weer gegaan met die contracten. En het was gewoon zo goed gegaan en... Ik heb nooit een probleem met topnotch gehad of zo. Zeg maar, ze geeft gewoon altijd mijn zin of zo. Dus daar hebben we geen probleem in het leven. Alles kan, alles kan kapot. Nee, nee, nee. nee. Alles als kan je een levert... Je weet toch, als je de, de beste van Nederland niet gaan Nee, maar. Het uh, nou, nee, is ook zacht. wel mooi, lijkt. Hij vertrouwt je. Vertrouwen, je, bent, je bent gegroeid, je bent groter geworden. Maar je krijgt daardoor ook met andere mensen te maken waar je misschien niet mee te maken zou hebben gekregen. Ik noem een Anouk. Mm, Anouk, eh, weet je dit? Mm. Toen ik kleur was, ja. zei ik tegen mijn moeder, mama, laat ik ik een liedje met haar. Nu zeg ik tegen mijn moeder, mama, ik heb een liedje met Anouk. Anouk is gewoon hetzelfde als mij, joh! Oh my god! Ik zeg, mama, ze is gewoon zo als mij, gewoon. Natuurlijk heeft zij wel wat meer controle, want ze is al verder in het leven van... Zij weet wel wat meer, maar... Man, helemaal de stem als een volume ding, mm. alsof je het luid en zacht zet, hè? Kijk, helemaal, helemaal in die publiek, ik kon niet meer. Kijk, mijn manager... Iedereen begon gewoon mee, kinderen naast me. Het was zo mooi. Ik word gewoon hyper van de rest, sorry hoor. Het lijkt gewoon of je die knopjes zo draait, terug, ja. draait. Misschien vier keer en de adem gaat niet op. Ik wil nog even terug naar die, die, die drie vragen die ik je stelde. Mm -hmm. Die liefde laten we even gaan. Wat zou je jezelf adviseren als 15-jarige? Want je bent nu ouder. En je zegt je moet nog steeds leren. Ik ben heel ik Ja, en vijf. Ga naar school? Man. Lijf, ik ben nog drie en nog steeds leren. Zou je zeggen wat? Zou je zeggen? Ik zou echt zeggen: ga naar school hoor. Maar zeg maar, ik ga echt nooit meer naar school hoor. Maar mensen moeten het wel doen. Ik haat school echt hè. Ik zou echt naar school willen als ik het leuk vond. Wat ga je tegen je dochtertje zeggen als zegt: Mama, maar, ik wil niet meer naar school? Wat kan je? Wat kan je? Zeg maar, laat me zien wat je kan. Als ik geloof, als zij een dansje voor mij doet. en ik denk dat jij supersterk kan worden met die dansje. Dan ga je weet je wat ik tegen je dan zou zeggen? Als jij mijn dochter zou zijn, en je zou zeggen op je 15 ga niet naar school. Ik zeg oké, okay, wat wil je dan? Ik wil rapster worden. Dat zou ik tegen jou zeggen. Als jij de meest succesvolle rapster wordt ter wereld, heb je school harder nodig dan ooit. Want wie gaat je geld voor je tellen? Mm -hmm. Wie gaat nadenken over hoe je verder wil gaan? Tuurlijk, heb je een manager die goed voor je is. Maar je moet ook zelf kunnen nadenken. En de school is de grootste garantie daarop. Oké, okay, maar weet je wat ook de grootste garantie mm. is? Alles wat ik gemist heb. Mm -hmm. Alles wat ik niet gedaan heb, doe ik allemaal met haar. En natuurlijk, school is daarom. Ik. ik zal zeggen: ga naar school. En zeg maar, ik was altijd de slimste in de klas. Altijd gewoon. was een jonge girl, Fanny en ik. We waren samen de slimste. En we keken zo naar Kava. Vandaag ga ik een 10 halen, jij een 9. Zo en gingen we competitie leiden. Je haalde 10 en een 9. We haalden allebei een 10, want we waren gewoon 10 plus. Juffrouw zei zelf: jullie krijgen zelf een 11. Jullie zijn slim. <laughs> je weet nog, Gewoon zo leuk was het gewoon van: hé, hey, Gilfani, hij was ook echt slim. Luister, er zijn, er zijn heel veel mensen die geen school hebben gehad. en die een waanzinnige carrière hebben gehad. man. Tuurlijk. Dus... Maar jij zegt net: je wil Frans. Ja, dat is het. Oké. Okay. Daarom. Stel je voor: je gaat een week naar Vught bij die nonnen daar. en ze leren je Frans in een week. Mm -hmm. yes, dan ga jij naar school, denk ik. Ik dat... doe, fra doe, doe uh, nonne Frans. Ja! Maar ik wil naar nonne al, hè? Nee, ik wil dus, rust. Is, is, in, in Vught heb je dat. Je hebt, ik, ik heb Portugees gedaan. Dan ga je in een week intern, dan heb je van 9 tot 5 in jouw geval Frans. Ik wil drie weken, hoor, ik wil rust. Ik wil in vug zijn, hoor, bij nonne. Kom, gaan. <laughs> nee, ik nee maar ik heb vader, het echt gevraagd. Nee, nee, denk, is jou, ik, ik, nee, is maar, leuk. Nee, maar ik ben een beetje. Nee, is echt doe het, man. Geweldig. Maar ik meen, weet je, ik zie je hebt zoveel potentie. Dank je. <laughs> nee, maar ja, ik hoor het. Ik hoor je nummers. Doe los nog los van die fatu nummers. Ik hoor ook die inhoudelijke ja, nummers. Je, je, je. je hebt allebei. Je mm -hmm. hebt allebei. En dat is wel bijzonder hoor. Alleen je bent voor die serieuzere kant ben je nog een beetje bang. Ja, ik denk echt dat ik het kan, man. Als ik nou bijvoorbeeld nou, jou. Hé, hey, jou. Ja, Hé? Yeah! <tie> Jezus, natuurlijk! Dat is ook mijn <tie> <tie> kees. Over, 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 over wat spraken we? Je was over talent, over. Wacht, wat hadden we het over? Oh, mijn god, ik ben zo van mijn stuk dat jij. <tie> <Ik zet. tie> Kinderachtig, toch? Wacht even hoor. <tie> Heb je voor jezelf een grens van wat je wel of niet wil doen voor je carrière? Niet bloot. Snap ik. Um... Hoezo kom je eens meteen met die blow, trouwens? Je had, je, je had ook kunnen zeggen, ik wil geen ballads of weet ik veel. Of had, ik wil geen... Nee, ik wil alles, man. Ik ben Ik kan alles, hoor. Ik kan soul, ik kan dit, ik kan dat. Ik ben niet bang voor niks, hè. Muziek is van mij. Altijd. Wat is je mooiste podiumervaring? Hm. Suriname wel, hoor. Ja? Als Hoeveel ik... mensen waren er? Hoe ziet het eruit? Veel. Uit? Maar kijk, hè, dat was niet het meeste voor wat ik ooit heb opgetreden. Maar dat hoeft niet per se het die mooiste energie. te Die energie. Dat was die één. Hun waren echt... Hmm. Gewoon die liefde, man. Zeg maar wat ik voel toen ik daar opkwam. Gewoon... Gewoon... Gewoon van ja. Hoe zorg je ervoor dat je je blijft ontwikkelen als artiest? Je, ontwi je Ontwikkelen hoef je niet zelf te doen. Als je gewoon jezelf blijft en blijft leven... Als wie je bent. Ik ben een geboren artiest. Ik ben niet net als die artiesten, Autotune. Wanneer Autotune klaar is, redden ze het niet. Ik ga het redden. Altijd. Ik ben lifesterre. En dat is waar ik die stukje zekerheid heb. Maar dat heeft niks te maken met hoe ik voor mensen wil ogen. Dat heeft te maken met hoe ik erin sta. Hoe ik mijzelf zie in muziek. Ah, nee, maar het is best wel een uitdaging hoor, vind ik. Ook voor mezelf. Ik bedoel, hoe blijf je jezelf ontwikkelen... waardoor je kan blijven doen wat je doet... Nee, Kijk, ik, heb, ik heb ook uh, natuurlijk proberen uh, nou, leednijp probeer je omhoog te houden. Dat lukt dan niet, maar uh -huh. je probeert wel te ontwikkelen. Dus daarom je daar vraagt me af. Hoe zorg je ervoor? Kijk, dat je het goed kan, dat geloof ik. Wat lukt niet? Nee. Leednijp het, hè? Zonder u is er niks, hoor. Sorry. <laughs> nee, maar oké. Okay, maar als ik het beter had gedaan, had ik er nog gezeten. Dus zo simpel is het ook. Maar hoe blijf jezelf? Kijk, dat je het kan, dat zie ik en dat hoor ik. Maar hoe zorg jij ervoor dat mensen over twee of vijf jaar nog steeds naar jou willen luisteren, omdat je muziek ook is ontwikkeld? U maakt me echt boos, hè? zodat ik u onderbreek. Vertel. Hoor. Kijk, u doet zelf iets wat u mij net geen vragen mm -hmm. heeft. Als ik het beter had gedaan, zat ik daar nog, toch? Ja. Kijk. Over mezelf heb ik het, hè? Mm -hmm. ja. Als, toch? Dat vindt u van uzelf. Ja. Toen u het deed, had u nooit gezegd van, oh, ik moet stoppen, want ik doe niet goed genoeg. Maar nu, omdat ze u weg hebben gestuurd. Is het als? Nee, ik heb intern wel gezegd, we moeten beter worden, we moeten beter worden, we moeten, beter worden we moeten beter worden. U bent natuurlijk. de best hoor, u mag dit echt nooit meer zeggen <laughs> hoor. Het was echt leuk. Het, het gaat waar. niet over mij. Niemand beter dan u, dit is uw programma. Ze mogen zetten wie ze willen. Koning Willem, Alexander, Maxima. Dit is Humberto's programma, altijd. Dus dit wil ik nooit meer horen, als, als, als. Hmm? Gewoon niet. Je bent streng. Nee, echt serieus man. Dit is, dit is voor u, geclaimd, gewoon ge-everything. Ja. 100 procent. En nu mijn vraag. Ja. Hoe ga je, je muziek ontwikkelen? Blijf Kijk, mijn ontwikkelen. muziek blijf ik ontwikkelen door mezelf te zijn, wat ik net al zei. Okay. Zeg maar, ik ga je hebt niet. vertrouwen erin dat het gewoon komt. Ik zit te denken van. Hoe ga ik het doen alvast wanneer autotune weg is? Wat voor sound ga ik maken? Dat heb ik al opgenomen hoor. Dat zit ik al te oefenen. Zo hou ik mijzelf eruit. Ik ben mezelf bezig. En niet aan het ontwikkelen van, oh vandaag ga ik. Achter mijn studio zitten want ik moet mezelf ontwikkelen. Nee, vandaag ga ik achter mijn studio zitten, want ik wil iets nieuws. Het is wel van, als je een beetje meer knowledge hebt in het leven, dat je meer kan bereiken. En veel denken dat niet. We voelen van, oké, okay, nee, ik kan nu rap, ik wil het nu doen. Hiermee ga ik het maken, want anderen maken het ook. Maar als je in de long term denkt van, hé hey, wacht even, laat me even die kleine ditjes en datjes weten. Of als ik mijn enkels of mijn voet stoot. Dat ik weet hoe ik het moet oplossen. Ja, maar heb jij ook dat soort plannen om meer te doen dan je nu doet? Dat zoek ik. Ik wil sowieso um, worldwide artiest optreden. Um, zeg maar, Frans verstaat wel veel. En ook al versta je iets niet, dat is wel een taal waarop je toch zal dansen. Uh, ik ben gewoon kapster, in mijn eigen salon. Ik ben nu op zoek naar een nieuwe locatie. Of ik heb wel een locatie. Dat blijf mijn... je houden ook? Ja, ja, sowieso. Dat altijd. Als Waarom? Het ik... is mijn passie, man. Dit is mijn... Oh my lord. Dus ik ben jouw nachtmerrie zonder haar? Nee hoor, kom potwaar je even. Welke ins Kijk, jij kon mijn dochter zijn. Mm -hmm. Makkelijk, zelfs. Mm -hmm. En... Um... Ik vind het helemaal niet zo gek dat je nog echt heel erg zoekt... naar antwoorden voor jezelf. Aan de ene kant heel veel succes en eigenlijk relatief snel. Mm -hmm, dat wel, ja. Eindelijk een beetje, niet meer skeer. Mm -hmm. Soms. Maar een beetje geld. Mm -hmm. In principe hoef je niet skeer meer te zijn. Nee, hoeft niet. En dan heb je ook nog uh, ambities en je kind. Mm -hmm. Dus eigenlijk de wereld ligt aan je voeten. Alles kan. En daarom vind ik het zo zonde dat je, dat je zo bezig bent met... met uh, die negativiteit, omdat ik, ja, ik ik heb er ook mee te maken, natuurlijk. En natuurlijk raakt het me, tuurlijk. Mm -hmm. Af en toe lees je dingen en denk je van: Jezus, waarom? Maar dan probeer ik mezelf toch eroverheen te zetten en dat je doorgaat, want het heeft geen zin. Laat die mensen, tsunami zeggen ze zo mooi, Libasani. Weet je Laat wat het is? Dat ding. Kijk, weet je wat het is? U heeft gelijk hoor. Natuurlijk heb ik gelijk. Maar dat is, het is een, je kan het ook niet tegen een junkie nu zeggen... stop ik vandaag weet met het. druk nee, ik weet het. en is klaar. Luister, morgen, morgen ben je lang vergeten wat ik tegen je heb gezegd. Nooit. Maar op een gegeven moment heb je nog 16 mensen die tegen je hebben gezegd... en ineens valt het kwartje. In het leven, alles is een wedstrijd. Hè? Als je twee knikkers laat vallen... welke eerder valt, die heeft al gewonnen. Die zwarte kracht was harder. Wanneer je daar bent, wanneer je wilt rennen... Wie, wie zijn voet eerst over de finish komt, heeft gewonnen. Maar jullie hebben hetzelfde gedaan, dezelfde energie. En dat is waar de jaloezie komt en waar mensen beginnen te praten. Want jouw gaven lijken hetzelfde... Maar iemand anders krijgt meer voor elkaar. Ja, sommige mensen stoppen er misschien nog wat meer in... maar er komt het gewoon minder uit. Dat heeft ook te maken met talent, soms met geluk, doorzettingsvermogen. En daarom... Met alles. Stel je voor dat we elkaar over tien jaar weer zien, hè? Mm -hmm. En dan ben je doorgegroeid, je je Franse platen gemaakt... je hebt misschien een film gemaakt. Ja? Je hebt uh, niet alleen in Suriname opgetreden... maar ook misschien in Amerika en Canada en misschien in Argentinië. Ik, heb, ik weet het niet, ik heb geen idee. Je hebt een soort van salsa-achtig ding gemaakt. Ik, ik, ik noem maar wat. Wat, wat, wat zie je... Heb je een beeld of ga je niet zo ver met je beeld? Mm -hmm. met 10 jaar? Kijk, als ik rijk ben later. Positiva. <laughs> ik wil gewoon dit doen en rijk worden. Niemand moet me komen besturmen met de fakenes. Snap je? Maar als ik rijk, ik, geld maakt mij helemaal gelukkig, hè? Ik vergeet alles. Als ik drie jaar lang geld heb, ik drink drie jaar niet aan pijn. Daar moet ik altijd rijk zijn. Dat is mijn doel in het leven. Dus daar werk je voor. Mm -hmm. Keihard. Want kijk die dingen die ik heb meegemaakt, ik kan hulp gaan zoeken om het een plekje te geven, maar het gaat niet weg. En dat zal je altijd pijn blijven doen. Je gaat weten om te gaan met die pijn, maar pijn gaat niet weg. Dus geld is mijn healing. Kom, give me the millions. Ik heb wel echt een therapeut. Therapie is mijn geld. Dat is leuk. Als ik ga shoppen, als ik gewoon kijk naar mijn bank. En ik weet dat ik mijn moeder kan helpen. Dat is mijn therapie. Wat ik met geld allemaal kan doen. Mijn dochter verwennen. Mijn moeder helpen. Mijn vriendinnen helpen. Mensen die mij om hulp vragen. Alles kunnen kopen wat ik wil. Lekker. Therapie. Als ik mensen help, dat is mijn ding. Als ik iemand mooi maak als ik in de kapperszaak ben. Als ik mensen help, dat is, mijn... dat is wat mij gelukkig maakt eigenlijk. Denk ik nu aan. Ja. Ja, ja, ja. Mensen helpen. Hm. Ik wil je bedanken, Latifa. Dank je. Je bent, je bent een... Je bent een uh... Een mooi mens. Echt? Ja, je bent... Ah, nee, maar je bent. Nee, je bent mooi, want je bent. Je bent uh... Als je kijkt naar het begin waar je zo kwetsbaar bent met wat je vertelt, mm -hmm. is nogal wat om dat te vertellen. Mm -hmm. En af en toe doe je een beetje stoer. Je bent echt? wel heel ontwapenend en heel echt. Dank u wel. En uh... ik hoop dat je nog heel lang muziek maakt. Ja, mm -hmm. ik wil zeg maar. Ik wil wel over drie jaar met rap stoppen. En dan wil ik Arita achter gaan. Zo. What you want? Ja, gewoon zulke dingen met band live. Dat is echt mijn ding. Oh ja? Mm. Echt? Mm. Rap is echt even. Rappen, kijk, rappen was leuk. Ja? Mensen moeten gewoon weten: als je dertig bent, moet je gewoon stoppen. Ja? En gewoon een ander soort muziek maken. Je kan ook niet vijftig zijn en nog denken dat je een minirokje gaat dragen. Dingen gaan mee met de tijd. Even, doe even normaal. Luister, ik doe nog één poging. Ik heb woorden in je hoofd gezet. Kraaienest, mm. je dochter, frustratie. Kijk, ik kan het echt wel hè, maar. Ik weet het. Ik, ik ja, kan gewoon u, niet. Zo u, u kan ook niet... ja of nee zeggen. Oké. Okay. Uw hart gaat moe worden, ja. Ik ga nu weer komen. Ah. Ik word met. Niet. Humberto, ik ben die chick met die enge flow. Uh. Ik moest het even oppakken, maar je weet toch, ik kan niet met die fake bitches lachen. Uh. Interview en ik maak niet veel grappen. Tifa hier Show en ik ben er voor nooit standaard. Ik kom altijd anders, die chickie die alles verandert. Zegt die bitches, krijgen de fucking kanker. Sorry voor het taalgebruik, maar ik ga eng. Tifa op de beat, ga ik motherfucking hem Je weet hoe ik ga als ik motherfucking ben. Maar als ik dertig ben, dat ik zeker niet meer rap. Uh. Ik zei, ik ga op Arita Franklin. Tifa hier Show, die mannen blijven jackings, maar ze kijken naar en ze vinden me zo flauw, maar ik zeg: In de voornood dat je mij. Maar dit mag echt niet erop hoor. Dit ah! is echt net. Dit is zo langzaam. Nee, man. Grappig. We beginnen met huilen, eindigen met lachen. <laughs> jij bent echt een fatu, man. <laughs> Spaans. Jij bent een fatu. Jij bent echt, jij bent echt een geval apart. Maar wel in een mooie zin van het woord. Dank je wel. Dank je wel. U ook Mevrouw gedaan. Latifa, ga je een braza geven? Ja. Kom hier. Je zit helemaal chill op die stoel, hè? Helemaal dik. Oh mijn god, die microfoon, het maakt niet uit. Uh. In je pruik. <laughs> Dan? Poel op, poel op, poel op, poel Voordat het naar achteren...